is het om met pensioen te gaan? Aan de ene kant heel leuk en aan de andere kant heel erg. Want ik zal dit allemaal gaan missen. Ja. Ja. Wat ga je missen? Mijn collega's, de klanten en alles eromheen. Hoe lang geleden ben je hier begonnen te werken? 30 jaar, iets meer dan 30 jaar. En wat is het leukste nou van het werk hier? Met klanten werken. Ja? Ja, gezelligheid, tevredenheid. Tevredenheid, ja. Klanten zijn tevreden? Ja. Ja. Zeg, in 30 jaar heb je vast ook wel het een en ander zien veranderen, hè? Vertel ja, de reparatie heel erg. Nou, vroeger zetten wij zolen en hakken. En nu is het ding worden heel veel langzolen. En dan wordt er afgelapt, dus dan krijg je een stiknaad aan de onderkant. En heel veel op merken, zoals een Floris van Bommel of een Greve. Dat is veranderd bij vroeger. Worden er nu meer schoenen gerepareerd dan vroeger? Maar wel dan de duurdere schoenen. Dus waar ik het ook over had, een Van Bommel en Greve en dat soort dingen allemaal. En hoe is het met de jeugd? Komt die ook met de schoenen? De jeugd komt ook met de schoenen. En het is heel vaak dat ze smerig hebben gemaakt of beschadigd hebben gemaakt. Niet zo zuinig op de schoenen? Niet zo heel zuinig, nee. En dan mag ik ze weer schoonmaken en opknappen, dat ze bijna weer als nieuw zijn. Is het duurder geworden om naar de schoenmaker te gaan dan vroeger? Nee, ik vind dat wel meevallen. Tenminste bij ons wel. Wat gaat u nou doen als u met pensioen gaat? Ik ga genieten. Ik ga lekker wandelen, fietsen, een keer een reisje tussendoor maken. Alleen maar leuke dingen. En kinderen? Ja, twee jongens en twee kleinkinderen, meisjes. Ja. Ja. Nou, ik zou zeggen geniet ervan. Ga ik zeker doen. Ja. En klanten zullen je missen, denk ik, hè? Ja, ik heb al heel veel dingen gehoord dat ze mij gaan missen. Maar ik hun ook. Nou, dan zit van die poster in de ramen. En ze vinden allemaal heel erg dat ik weg ga. Omdat dat altijd gezellig is. Ja, ja. Goed. Dus. Ik wil graag de klanten bedanken voor dat ze in mij geloofd hebben. Voor het advies wat ik hun gegeven heb. En voor alle gezelligheid.